plannen. Goedenavond. Hoe oogde Frank vanavond? Want het was natuurlijk niet een hele gezellige wedstrijd. Nee, dat klopt. En jullie missen echt net de bus. Dat is jammer. Die gaan terug naar Zeist. Nou, hoe oogde Frank de Boer? Kijk, het is 30 jaar geleden dat hij zijn debuut maakte als speler voor het Nederlands elftal. En precies 30 jaar later zijn debuut dus als bondscoach. En dan die wedstrijden die ze gaan spelen in 8 dagen tijd. Komende zondag en komende woensdag tegen Bosnië en Herzegovina en tegen Italië. Nou, dat zijn de wedstrijden. Daar gaat het echt om. Dat is namelijk de Nations League. En vandaag was vriendschappelijk tegen Mexico. Ja, en dan ga je wat improviseren. Want je moet dan toch ook een beetje rekening houden met die spelers. Die kunnen echt niet allemaal, want die worden al heel veel belast. 3 wedstrijden in 8 dagen tijd. Dus dan speel je met wat andere namen. Zoals bijvoorbeeld debutanten Wijndal en Koopmeiners. Nou, en dan mag je ook niet verwachten dat je hier met een klinkende zege 4-5-0 ervan afgaat. Bovendien, Mexico is gewoon een ploeg die ook nog vrij dicht bij Nederland staat op de FIFA-ranking. Dus een hele rare uitslag is het ook weer niet. Ja, nou ja, kijk, er zijn natuurlijk ook wel wat geblesseerden. Maar dan gaat hij wel spelen met zijn beoogde basis 11. Dus dat is ook logisch, want het gaat om die Nations League en Bosnië en Herzegovina. Maar dan wel weer tegen Italië. Maar kijk, dat is een speler, die wil je graag op het veld zien. Frenkie de Jong, die wil je graag 90 minuten zien. En ze kan er nog wel doorgaan. Maar dat is echt pas die wedstrijden. En ja, voor nu was het een vriendschappelijke wedstrijd en kies je hiervoor. Precies, een mooie oefening. Dankjewel, Helene.